Wat er gebeurde in de vorige aflevering van Ark. Kijk eens aan, daar zijn wij weer. Hé, mooi. Oh ja, ik heb nog geen trappetje, dus dan is het nog eventjes moeilijk lopen. Dit wordt heel gruwelijk. Oh, oh, ik kom ook gewoon letterlijk één fans tekort. Oh, ik heb geen eens een berekening gemaakt en ik kom er één tekort. Gewoon eentje. Nou, we zijn er even mee bezig geweest. Maar ik vind wel dat die goed gelukt is. Yo dames en heren, mijn naam is Don. Welkom terug bij een Ark Ragnarok aflevering. Vandaag is het weer zover. Vandaag gaan wij proberen met de mannen de Craftmaster te overrompelen. Nu is het alleen eventjes natuurlijk de taak dat we de juiste voorbereidingen handhaven. Dus ik moet even alle terrazinootjes moet ik eventjes ontkoppelen. Dat doe ik nu alvast eventjes, zodat ik ze gewoon zo direct... Oeh, ja die wandering. Zo direct, direct mee kan nemen. En dan moeten we ook nog eventjes met die andere mannen moeten we afspreken van... Hey, jongens, hoe zit het ermee? Maar ik ga eerst wel eventjes voor het gemak alle dino's even vrij ontkoppelen van de hitching post. En niet meer op wandering zetten. Dat is wel zo handig. Oeh, je hebt nog wel overigens leveltjes erbij. Zo. Oh, deze heeft er nog 10, joh. Krik er maar bij, hoor. Oh, dan moet ik ze ook natuurlijk allemaal vlees geven. Anders kunnen ze het daar niet overleven. Ze moeten natuurlijk wel gewoon kunnen eten daar. En die andere klootzakken die aten besjes geloof ik. Maar er was nog iets. Speedy Gonzales is nu volledig volgroeid. Heeft eventjes aan de hitching post gezeten. En is nu level 35. Dat kunnen wij natuurlijk grotendeels hierin krikken. 105... Oh! 175 is het even waar we het op gaan doen. Doen we nog wel stamina 2k, een beetje HP erbij. En is het zo wel eventjes prima. Wacht, ik heb nog echt mokertje veel groente. Volgens mij aten Terrazino's ook gewoon groente wat dat betreft. Ja, ik heb hier nog mokertje veel longgrass. Ik heb nog besjes inderdaad. Ik heb nog carrots, uppakee. Die verdelen we wel even. Ja, ik heb wat dat betreft geen idee waar de basis van de Craftmaster zit. Dus ik ga eventjes die mannen aanspreken. En dan moeten we vanuit daar eventjes gaan kijken van... Hé, jongens, waar moeten we naartoe? Even kijken, radiofrequentie 7. Dus, hallo, is daar iemand? Hallo, mannen? Oh ja. Heren, de dag is aangekomen. Ja, het is eindelijk zover hoor. Is het eindelijk zover? Hey, ik heb een vraagje jongens. Waar de fuck moeten we naartoe? We moeten naar het strand, dan vlakbij de vulkaan. Ik weet niet of je dat kent. Daar is namelijk zijn ingang van zijn basis, van zijn lavabasis. En ik ben er ooit al een keer geweest, dus ik denk dat daar... Donja kan sowieso bij mij komen. Ik denk dat het wel een goed idee is. Welke vulkaan? Ja, die rechtsbovenin bedoel je? Ja, vlakbij mijn basis. Ik weet niet, dat is rechtsbovenin inderdaad. Oké. Dan vlieg ik wel even langs jou. Prima! Gaan jullie daar ook naartoe, mannen? Ik ontmoet je daar wel. Dan neem ik wat van mijn spullen mee. Oh ja, is goed. Dan even kijken, tot daar over 5 à 10 minuutjes. Ja, zoiets. Ik vlieg denk 2 groepen neer om even de dingen dan neer te kukkelen. Oké, is goed. Tot daar. Tot daar, man. Goed, dan moeten we nog eventjes een paar kleine voorbereidingjes doen. Ik zag toevallig, of tenminste, we moeten nog eventjes wat vlees in onze jutties gooien. Dan moet ik eigenlijk ook nog vlees in mijn spino's gooien. Maar ik moet toch een goed aantal keer heen en weer. Dus ik hou het eventjes hierbij. En dan later passen we het anders wel eventjes aan. Ik denk dat dit wel even prima is. Goed, ik moet ook nog eventjes een andere outfit aandoen. Laat me gewoon eventjes mijn Riot outfit erbij pakken. Oeh, het enige wat... Ah nee, broek had ik al aan. Dus die nemen we mee, die nemen we mee. Schoentjes nemen we mee. Handschoenen nemen we mee en dan zitten we goed. Volgens mij heb ik alles. Dan gaan we met Speedy Gonzales vliegen we wel even heen en weer. Aangezien die toch het snelste... Hallo, wat zijn we aan het doen? En dan neem ik wel alvast gewoon één Terrazino mee. Om gewoon eventjes mee te beginnen. Oh, stop nou met lopen. Oké, even kijken hoe snel dit... Oh, dit ding is heel snel. Dit ding is heel snel. Mannen, hebben jullie al iets vernomen van Joost of Link? Joost praatte net toch? Nee, oh. Joost zit hier niet in. Mannen? Stop even met de... Je rijdt geen tunnel in, dus even smoel. Ik zit in de tunnel! Doe maar een hamburger met
Oké, ik sta bij Harmse basis. Jezus, het spawnt veel te langzaam in, joh. En ik vlieg veel te snel hiervoor. Harm, ik ben bij je basis. Oké. Ik sta een beetje aan de kant van je tuintje. Van je T-Rex-hok. Harm, leid jij de weg maar. Ik vlieg gegarandeerd sneller. Ik zit bomvol. Schiet op. Het gaat echt een eeuwigheid duren met die knaap. Ja, gaan we. Parasaur detected an enemy? Wat houdt dat in? Harm, heb jij een parasaur op je schouder of iets? Absoluut. Oh, ik dacht, ik kreeg opeens op mijn beeld detected an enemy. En wat houdt dat nou weer in, joh? Ja, dit ding detecteert gewoon enemies als die hier zitten. Dus dat is super nice. Als ja, van, super kut, want ja. Hoezo is dat super kut? Ja, omdat ik nu constant in mijn beeld heb detected an enemy. Ja, boeien. Het is belangrijk, Don. Maar je weet toch dat de Craftmaster er al zit? Maar misschien zitten er ergens verstopte dino's, je weet het nooit. Ja, hier wel een punt. Misschien zit hij wel achter een hoekje en kunnen we hem zo makkelijk neersnijpen. Kijk, dat is ook weer zo, hè. Over. Rudy, ben je daar? Over. Ik ga er nu één over. Nee, ik wilde gewoon even vertellen dat Harm hartstikke langzaam is. Over. Ah, oké, okay, over. Is hij ook wel, denk ik. Ja, dan heb ik net mijn Wyvern met 175% snelheid en is die... Die makker is zo verdonderend langzaam. Ja, ik breng je er tenminste heen, Don. Niet zeuren. Ja, echt, zolang ik de plek weet, dan ga ik er zo snel naartoe, joh. Oké, Don, hier rechts is het. Hier rechts, zie. Oh, is het hier in een grot of zo? Yes, hier beneden. Hier is een grot, dus hier moet je oppassen. Ik zie inderdaad aan het bord staan. Oké, dan weet yes, ik het. Nou, hier is het. Laten we dan even stil, veilig... Want ik kan ons horen. Helemaal niet, toch? We praten toch via de radio? Ja, maar een beetje stil. Hij kan ons misschien horen. Flikker! Oh! Nee, zullen we anders dit strandje even uitkiezen voor om het parkeren van ons... Oh, ik zie volgens mij Rudy's dino's al. Ja, oké. Okay, dit is de plek, Harm. Ik weet niet waar je bent, maar... Ik ga er maar vanuit dat dit de plek is. Oké, nou, laat ik dan even maar mijn Terzinootjes gaan ophalen. Even heen en weer brengen, et cetera. Hallo, breekie, over. Het werd dus tijd dat je op de radio kwam, Joost. Hallo, dit is interessant. Ik kreeg een berichtje van Rudy dat ik even deze radio erbij moest pakken. Maar hoi. Ja, zeg het eens. Wat zijn jouw plannen? Nou, van wat ik heb begrepen, ik ga gewoon lekker naar die Dino Pen toe, want die heb ik al eens eerder aangevallen, dus ik weet ongeveer wat ik kan verwachten. Heb eigenlijk wel nog even wat hulp erbij nodig, maar ik denk dat als ik gewoon al mijn dino's meeneem en mijn firepower, dat ik daar wel redelijk wat deukjes kan maken, zeg maar. En wat is jullie plan, jongens? Wat gaan jullie, doen? Voor zover ik weet, de strand bestormen. Nou, ik wens jullie veel succes. Ik heb geen idee namelijk waar dat is of waar... Of, ik wist niet eens dat hij een andere basis had totdat jullie erover begonnen, dus... Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou het wel bij die andere basis. Waar is Link eigenlijk? Ja, goeie vraag. Dat is een goede vraag. Link is altijd weer te laat, jongens. Altijd. Net als bij die eerste meeting is hij ook alweer te laat hier. Potverdomme. Oh, hij lijkt mij wel. Hé, wat? Hallo? Godverdomme, praat nog gewoon, man. Hallo? Ik ben hem al aan het praten. Oké, wat? Zeg maar, je was net stil. Wat ga jij doen? Ik heb geen idee. Ik wil naar iemand toekomen. Hallo? Weet je wat? Ik heb nog één iemand nodig en ik heb het gevoel dat al die andere menkers samen het strand gaan bestormen. Link, kom je met mij mee dan? Oké, is prima. Hey, gaan jullie anders, aangezien jullie die dino pen gaan aanvallen, gaan jullie anders op frequentie 8? Ja, komt goed. Oké. Oké, mazzel. Succes, mannen. Succes. Mannen. Hallo? Mannen? Nou, daar zijn we dan. Daar zijn we. Rudy, jij hebt stego's. Ik heb 3 stego's bij me. Oké, dan lijkt het me handig dat jij voorop loopt. Nou, hey, weet je, ik ben ook een heel groot watje, dus... Ja, maar die stego's, nou, dat zijn... Waarom sta je in een drol, man? Oh, ja, had ik geen eens door, joh. Oh, wacht. Ik dacht, waar kijk ik naartoe, jongen? Dat komt omdat ik die Yuti nog op mijn schouder had, sorry. Oké, ik ga op een Yuti zitten. Ziet er machtiger uit. Maar jij hebt ook nog eentje op je nek. Oh. Ja, ik heb een stego op mijn nek. Ja, oké. Die stego's, die zijn toch gewoon puur tanks? Dat zijn toch echt tanks? Ja, die ga ik gebruiken voor de turrets.
Ja, maar ik zag zo net dat ze echt maar 18k health of zo hadden, toch? Of 17k? Ja, maar ze hebben wel een journeyman zadel, dus... Oké, dat is wel nice, ja. Het lijkt me heel chill, is, maar... want ik ben dus een keertje binnen geweest en ik weet wat voor turrets er staan. Dus het lijkt me wel leuk om daar een van deze Diplodoxen neer te kwakken gewoon. En die even te laten kijken hoe snel ze doodgaan. Ja. En misschien ook hun kogels te drainen, of zijn kogels te drainen. Dus Doe dan eerst de Diplodocus en dan zet ik mijn Stego recht. Want als de Stego scheef staat, dan pakt hij niet alle damage, zeg maar, geabsorbeerd. Ja, okay. Dat kan je inderdaad doen. Dat we gewoon even de Diplo's als spons gebruiken en daarna de Stego's goed kunnen positioneren. Ja, precies. Precies, laten we dat doen. Oké, laten we gewoon even heen vliegen. Ja, doen we. We hoeven niet gelijk met alles heen te lopen. We kunnen hier mooi, dit is een mooie verzamelplek, denk ik. En we kunnen hier mooi steeds heen en weer lopen. Oké. Ja, doen we dat. Ik kan sowieso maar één Stego meenemen zo, dus... Ja, precies. Oh dus jongens, wat spannend! Oh ja, ik ben er wel klaar voor. Die Smeeg moet dood. Dit is wel echt ultieme spanning, mannen. Ja, man. Ja, hier hebben we er zo'n lange tijd naar opgebouwd, dus het heeft ook gewoon eens echt even tijd. Ja, jongen, dit moet ook gewoon echt de climax worden. Hé, laten we trouwens even al die dino's hier omheen killen. Ja, ik zie al rode damage, wat is dat? Rode damage? Ja, ja, de ding ging opeens dood door rode damage. Ik zag het inderdaad. Is dat lava ofzo? Groene damage was het bij mij. Oh, dat is... Er stond blij dat Harm en Arte Pleura had gekild. Harm? Ik heb net zo'n beest gekild. Ik zei, laten we even alles cleanen hier, want er komen al die beesten naar je toe zo. Oh, je schoot hem zeker? Yes, oh ja, ik hoorde de schoten helemaal niet. Nee, zo. Ik ook niet. Dat was ik dacht dat het actieve lava was nu, joh. Nee. Verwarrend. Oh. Oké, mannen? Ik kan gauw even die perso, want die kan wel echt handig hier zijn. Er staan pilaren voor, dus we kunnen er niet zo makkelijk naartoe lopen. Oké, ik zet even de gamma wat hoog, want ik heb natuurlijk ook explosieven bij me. Ja. Tech pilaren met 62 half HP. Er staat geen turret meer ofzo, want ik zie er geen. Geen turret? Ik zie geen turret hier. Ah, het is zo chill, dat is echt nice. Momentje. Kunnen er best wel clean heen komen, best wel easy. Ik ga even scouten met mijn schild. Yes, nee, okay. Lijkt erop dat het alleen een gate is en... Ja, oké, de perso is druk bezig nu met detecteren. Ja, ik zie iets achter de poort, iets roods. Ja. Oké, dus pas op achter de poort, kan niet staan. Maar het beest die wel even neer. Oké, zullen we eerst de poort opblazen? Want dan, stel heeft er dino's, dan komen ze vast in zijn eigen pilaren, dat is best wel slim. Gaan we tegelijkertijd schieten? Ja, pak even een goede hoek. Ja, een goede hoek pakken inderdaad. Oké, okay. I'm ready! Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Oh, lekker. Goed hoor, mannen. Hoeveel HP heeft dat ding nog? Ik kijk even. 3600, 2 hits denk ik. Ja, oké, okay, dus Rudy, schiet jij en schiet ik. Oh. Komt-ie! Wat is dat? Doe je shield op, doe je shield omhoog. Ik heb geen shield! Ja, ik incasseer kogels op mijn shield. Het is een troedon. Oh, hij rent weg, hij is angstig. Er zit daar een turret of iets. Wat een rotbeest! Ja, ik incasseer kogels op mijn shield. Oké. Mijn shield is echt nog maar 40%. No way. Oh dude, dit is een heavy auto turret. Serieus? Oké, die troedel moet eerst dood. Kunnen jullie die snipen? Ja, ik snipe. Ik heb ook geschoten. Nice. Oh, damn, die damage. Holy shit. Ja, echt hè. Is hij neer? Ik ga nu de stack op proberen. Wow, wat is dat voor vuurwerk? Ja, wat was dat? Hey, oh, pas op. Nee, dat is de craftmaster. Dat is hem. Of niet? De griffin. Pas op. Oh ja. Ja, het zijn flares. Ik zie hem, erachter. Ik pomp er gewoon iets heen, ik weet niet wat. Oh! Ja. Hij rent weg. Die pilaren moeten ook even weg, Ik moet nu met de stekker er doorheen kijken of die... Ik zie hem! Schiet op hem jongens! Weg! Lopen! Tot terug, Griffin! Griffin! Nee! Griffin! Mijn beest! Nee! Oké. Help! Griffin! Help! Nee, oh mijn god, jongens. Ja? Wat een cluster neet. Ja, dat doet niet veel damage, maar het is mokker irritant. Oké. De Diplo was even wild. Pas op, er zit een mantis. Ja. Oh boy. Ik zie hem. Dit moeten we niet doen. Hij heeft die tech weer shit, man. Ja. Ik heb snel op te zitten. Ja, oké, kom hier boven. Hierboven. Hij schiet op je Diplo. Ja. Ik schiet die mantis, hè. Ja, even een plekje creëren, jongens. Ik probeer hem te snipen, oké? Mantis er neer. Oh, hij snipt mij ook wel. God, hij heeft een fabricator. Mijn Persar is al neer, jongens. Die is al neer. Ja, die heb ik per ongeluk dus gedood. Ik wist niet dat friendly damage zo werkte. Oké, maakt niet uit. Het is mijn Persar.
Hij staat wel echt ready om te... Oh, godverdomme, hij zit te snipen, die man. Ja, ja jongens, kom eens boven. Ik clear alles boven. Kunnen we even boven zitten? Ja, is goed. Hier is het blijkbaar echt niet safe. Ik kill even al die beesten. Het is hoeren warm hier ook. Kijk, het probleem is nu ook gewoon, ook al ga ik op mijn stego zitten, hij kan me erop snipen. Ja, ja daarom moeten we dat gelijk... Nee, ik moet die diplo halen, jongens. Hij gaat mijn diplo... is het safe om die rond te halen? We misschien met z'n drieën snipen of zo. Ik knal nog een raket naar binnen, oké? Oh, jongens, oké. Hij is al heel erg gedamaged. Ja, hij staat ernaast. Oké, jongens, help! Oh, ik kan hem niet. Pak even een angle. Kom maar, bol! Oh, shit! Fluitje diplo. Ja, goeie. Ik richting het strand, richting het water. Oh, hij raakt me, oké, yo. Ik heb hem gekregen. Mijn griffin is bijna dood. Ik zie hem staan. Oh, alleen de. Dat ding is niet steady, die fucking longneck. Hij flared. Wat is hij aan het doen, man? Gewoon aandacht trekken, de jong. Die vrouw, die dame. Heb je hem? Heb je je diplo? Ik heb hem, ja. Okay, hij doet nu smoke nades, hij heeft trank nades. Ja, laten we anders maar nog even iets meer terugtrekken. Godverdomme, we hadden niet zo'n grote entrance moeten maken. Nee, inderdaad. Hij is meteen buiten. We moeten... Oh, shit, man. Hij is bijna weg. Wacht, er zit nog een gate achter, of zie ik dat verkeerd? Ja, er waren nog twee gates. Achter, ja. Oké, okay, nou, we kunnen... Zal ik een test rocket schieten? Van ver weg? Als hij zo ver kan komen. Komt hij. Doet hij damage? Doet hij wordt niet uit de lucht gehaald. Juist, daarom! Kijk, oké. Okay. Ik blijf ze vanuit deze positie mooi schieten. Ja. Ik doe mijn pakje weer aan. Ik heb er toch genoeg. Alleen, ja, rocketlanders gaan ook kapot. Ik ga ook ermee schieten. Oké, let wel, houd wel rekening met bullet drop een beetje. Oké. Okay. Ja. Oh, ik word gesniped. Ja, je moet oppassen. Oh, blijf bewegen, oh, nee, blijf bewegen. Ja, ik heb zie hem gewoon niet staan. Oh, kut! Oh, joh, je liep net van me langs. Ja. Ik zie hem niet. Ik zie hem schieten, maar ik zie de crapmaster. Oké, schiet er gewoon lekker heen, Oh, hij werd door de lucht geknald. Hé, die fight ging nu wel stuk. Even ja, kijken, nee, het doet die heavy turret, schiet iets in. Ja, die heavy turret, die knalt ze nu uit de lucht. Ik zie hem lopen. Ik schiet op hem. Oh, kom op, 62 damage. Ik zie hem, ik heb hem gedamaged. Ik heb hem gemist. Waar zit hij? Een beetje links. Oh, hij vliegt. Ja, dat heeft geen zin, denk ik, hè. Nee, oké, de heavy turret doet nu het werk. Ja, dan moeten we echt gaan sponsen houden. Ja. Ik kan attack my target fluiten met zeg maar de stego, dat hij er solo op afloopt op de turret. Ik weet niet of het slim is. Dat we dan rockets erachteraan schieten op de gate. Ja. Maar de rest van de dino's die hier in de omgeving staan, die gaan er ook mee natuurlijk. Want, of in ieder geval mijn griffin. Ik gooi ook gewoon mijn diplo erin, want dat is gewoon toch een spons. Oh, ik heb er toch nog één staan. Dus ja, we moeten ook die palen. Okay, ik gooi me gewoon in. Oh shit, ja, kijk, hij wordt gesponsd. Zie je dat? Oké. Schiet op de palen. Ik zet mijn griffin erop. What the fuck? Hij schiet van boven. Diplo is te groot. Oh, hij wil omdraaien. Ik moet even naar mijn griffin. Goh, schiet over de diplo heen als ik kan. Gaat niet. Mijn kogel of mijn rockets worden alsnog weggeschoten. Oh, hij is dood. Hij is letterlijk heel dood. Er wordt wel damage gepakt. Wat zijn dat van de pillars? Ja, dat is pillars. Aan de linkerkant creëer ik een opening. Oké, die turret die komt ook niet zo ver. Anders wil hij me nu al laseren. Ja. Nee, ik kan niet van. Oh, ik heb het gevoel dat aan de linkerkant dat we nu zeg maar een opening hebben voor de dino's om er langs te laten lopen. Ja, wacht. Schiet hij op jou of? I don't know. Ja, hij zit erboven! Hij zit aan te snipen. Ik schiet hem. Ja, rockets kunnen er niks mee. Er zit gewoon een force field, zeg maar. Hij opent de gate. Ja. Hij is bij de turret bezig. Schiet hem nu. Oh, te laat. Ja, nee, die grote tering diplo ligt er nog voor. Ja, kun je hem weghakken? Ik hak hem. Ik ga wel doorlopen. Ja, oké, hij is uitgehakt. Oké, hij staat er. Oké, nice. Nou, hij tankt hem niet volledig. Hij tankt hem niet zo hard, hè? Oh, ja, hij staat er. Oké. Ja, ik hit hem, ik hit hem. Stack op. Mijn rocket kwam wel een beetje door. Werkt het? Ja, ik heb de gatekit. Ja, heerlijk. Ik heb de poort geschoten. Oké, pas op de staat van de stego als je schiet. Ja. Hij is open. Oké, hij is open. Ja, nice jongens, nice. Oké. Ik knal er ook gewoon op door. Kijk, hij schiet nu weer. Heerlijk. Volgens mij was de ammo even op of zo. De turret beneden. Ah nee. Wacht, wat? Ja, maar mijn rockets komen weer niet weer. Ja, hij schiet ze weer, jongens. Hij schiet Hoe kan dat ding zo snel alterneren? Geen idee, maar mijn rocket launcher is. Oh nee, het zijn er twee. Ah, het zijn er twee, er staat er een achter de gate. Oh joh, nou dan ga je steken. Ja, hij tankt hem ook gewoon. Later. Oh, hij leeft. Echt net, volgens mij zit hij net uit vision. Ja, oké, maar dan kunnen we wel hier veilig staan, zou ik zeggen. Oh! Tag top Jana! Yo! Help! Yo, ouwe, nee, niet mijn griffin! Niet mijn griffin!
Oh shit, nee, maar Griffin is bijna dood. Terugtrekken als het even kan. Ik word volgetankt. Nee. Stop je. Niet de Griffin. Wat hebben, ik kan nauwelijks rennen. Oh, mijn Griffin is bijna dood. Ik schiet hem met mijn laser. Jongens, ik ben weg hier. Oh, mijn Griffin, jongens. Hij is zo bijna dood. Ik schiet hem. Ik ben sneller dan hem. Oké, mooi. Hij gaat achter jou aan. Hij moet mijn Griffin hebben. Hij is op mijn Griffin. Lok hem niet naar de plek toe. Nee, doe ik niet. Ik lok hem een beetje rond zijn base. Oh god, jongens. Die hits zijn zo hard. Hij doet 400 per hit, of wat? Ja, zoiets. Hij doet heel veel. Ik heb wel een paar goede hits erin gehad, hoor. Ik probeer hem met mijn pijltjes te pakken, maar dat ding vliegt te sporadisch. Oké, ik moet even wegwezen. Hij hit harder dan ik heb hit. Steggeltje aan! Nee, je hebt er hij zit erin, toch? Ja, ik heb er nog twee. Oké. Die autoturrets zijn sterk, ouwe. Oké. Met normale autoturrets. Mijn ramshackle riot leggings zijn stuk. Ik kan hem niet meer aanvallen. Man, daar zit hier ook nog zo'n klote mantis met te pakken. Oké, ik probeer nog weer te schieten. Ik ben volledig even teruggetrokken. Ja, is goed. Ja, maar ding is... Oh, ik heb nog een keer gehit. Maar ik hit veel te weinig op hem. Is zo weinig hit. Of zo moeilijk om te hitten, jongen. Ja, het is een heel mobiel beest. Maar ik doe het ook met zo'n boog en die hoort tegen sterk te zijn, maar met dat tech arm doe ik gewoon niks. Wacht, kunnen we niet gewoon een massa dino's er tegenaan gooien en dan op hem schieten? Terwijl hij afgeleid is op de dino's? Hij vliegt, dus I don't know. Dus ik kan... Oh nee, hij brengt me de bezen! Oh. Jongens, daar gaat alles. Ja, dit is ons moment om naar binnen te komen, Harm. Ik ben nu bij zijn... Oh nee, al die turrets! En de lava! Oh! En mijn Griffin. Okay. Harm, heb je een diplo op je schouder? Ja, ik pak een diplo. Goeie. Hele goeie. Hij had tech-turrets binnen, jongen. Ik heb zoveel mogelijk pijlen in hem geprobeerd te jassen, maar... Parachute was te langzaam. Grappling hook. Ja, was geen optie, want dat is ook te langzaam. Oké, Dom? Er komt een wyvern. Oh, er komt een wyvern naar buiten. Lightning wyvern. Ik heb weinig HP, ik kan dat niet aan. Ik heb ook heel weinig HP met mijn Griffin. Ik kan het ook niet aan. Oh, shit! Oh shit, man. Ik schiet alles mis. Maar dit is ook... Ik zit niet op een... Of ik vlieg niet op een vechtdino. Nee, het is echt heel lastig. Oké, ik heb een heel legertje van Yutis en Teresino's achter me aan. Hij ziet me. Oké, ik ben weg hier. Kom anders nog even naar het strand. Nog even een kleine regroep. Terug naar het strand. Yes. Oh, hij zit hier! Oh my god, hij volgt je! Nee! Oké, hij weet nu waar... Oké, hij weet waar alles is. Oké, ik ga erin. Ga je in zijn base in? Ja, ik ga een poging wagen. Ja. Pas op de turret, dan echt heel veel. Maar één stuk is veilig en dan heb je opeens een brug waar het allemaal misgaat. Maar mijn Griffin is echt bijna dood. Ik moet even door een veld van Megalania's heen. Hopelijk... Kut, al mijn dino's blijven hangen achter bomen. Ja, hij gaat terug in zijn basis. Neem de tijd. Oké. Oké, Don, ik ben bij de basis, ik weet niet waar jij bent. Ja, ik loop nog in het tuintje ervoor. Ik kom er nu aan lopen. Jongens, ik heb goed nieuws, misschien. Oké. Joost gaat bijna beginnen, dus dadelijk gaat misschien één van de dino's dood. Oh, Harm, ik heb je hulp nodig! Ja, oké. Wat is dat, een Yuti? Ik weet niet wat het is, maar het is tering groot. Een tech. T-Rex of zo. Oh jongens. Mijn beestjes gaan erop. Ja, goed. Stuur het erop af. Oh nee, ik ga je me niet in mengen, Dom. Laat jouw dinos het werk doen, ik wil niet dood. Ze doen niet denderend veel damage aan de getalletjes te zien. Nee, klopt. Het valt mij. Het staat er helemaal vast, joh. Go, my boys. Het is zo krap hier. Het is zo krap. Heb je meegedaan, ja? Ik ga rennen. Ik hap. Het staat zo vast met pilaren en shit. Ja, man. Okay, wacht, ik heb een idee. Ik word zelf lek geschoten. Zijn jullie lek geschoten, ouwe. Ja, pas op, Don. Blijf maar een beetje hier staan. De craftmaster is bezig. Eén duty is neer. Ja. Oh, man. We proberen te spotten, ja? Ja, hey, probeer anders je raketten eroverheen te schieten. Zijn jullie bij de ingang of bij het strand? We zijn al in zijn basis. Oké, kom eraan, ik ben er bijna. Ik lanceer gewoon iets van beneden, wordt uit de lucht geschoten volgens mij. Ja, wordt uit de lucht geschoten. Oh jongens. Kun je met grappling hooks een positie pakken ofzo? Probeer het. Ik doe mijn gamma omhoog, dat sowieso.
Ja, een raket komt er doorheen. Ik weet niet wat ik raak. Juist. Ik heb wel echt iets flink geraakt. Oké, ik ga ook op de fond hangen. Oké, ik ben nu bij de entrance. Okay, kan ik gewoon naar binnen? Ik schiet er ook gewoon op, ik weet niet wat het is. Het wordt sowieso uit de lucht gehaald. Oh, ik doe nog wel damage. Ja, ik doe ook damage. Die straks daar. Ik weet niet wat het is, ik knal er gewoon op. Ik haal eerst de stack op, benaderen zien. Nice, knal hem op, nice. Oh, die turrets, die schieten niet eens meer zoveel, wat is dit? Nee, toen ik daar stond, werd ik de vorige keer bijna echt instant gekilld. Dus ik weet niet, misschien zijn ze gedraaid? Dat zou kunnen. Dat is wel heel... Oh, is dat niet een generator wat hier staat? Ik kan wel even checken wat er hier staat. Is goed. Attack wall? Wat is dat? Oh, het is gewoon attack wall dit. En een generator, ja, daar zit wel een generator. Ja, toch wel? Ik had die generator stuk. Als dat de generator... Oh, de craftmaster is hier. Hij is hier. Pas op. En Yuti is neer. Hier is knalbaar. Oh, hij is zo weer weg. Hij gaat er zo snel tussendoor, man. Ja, ik kan geen HP regenen. Ik ben nog steeds echt 100 HP. Ik heb die potions. Heb je die zelf niet? Nee, heb ik zelf niet. Hier, ik drop 14. Dank u. Hij gaat los. We waren zo close met die... Oké, ik ga weer met die generator knallen, Dom. Hij droeide het ook, oké. Alles wordt nu gekild. Ja, we hebben nog even tijd om te knallen, want hij is afgeleid. Zometeen komt hij weer naar ons. Knal gewoon door. Kom op, die generator moet stuk. Pas op, er zit iets in de rug. Het is zo'n één eigen pas op, zo'n worm in de rug. Okay. Oh ja. Achterpleura, maak een stuk. Oké, hij is dood. Goed. Oké, ik heb één homing rocket. Zal ik die hier gebruiken? Hij staat voor ons. Ja. Oké, knal hem. Nice. Oké, ik knal weer op de generator. Die generator moet stuk, man. Misschien powert die alles. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar ik doe hij is nog even afgeleid. Die laatste Yuti, Dom. Oké, kan de Yuti nog schreeuwen? Granaat, pas op dichtbij! Oh boy. De Stormport. Kan de Yuti anders niet op aggressive of zo? Volgens mij staat hij er al een soort van op. Oh wow. Ja, de Yuti die gaat dood. Yo, die Torpor mist. Man, die moet echt weg. Yep, die Torpor mist heeft irritant. Hadden we nou maar een hazard suit. Ja. Hij staat ernaast. Hij staat naast mijn beest. Ja. Ik denk dat De generator is weg, jongens. Ja, generator is weg, maar die was alleen voor deze turret, volgens mij. Ja, ik heb nog een stego. Ik kan hem niet targeten, hij wordt niet... Oké, hij gaat nu erop af. Ja, oké. Dan komt een paarse makker. Ja hoor. Gooi hem erin, ik ga aan de plafond hangen. Hij wordt niet meer beschoten, jongens. Oh boy, dit heeft geen zadel. Hij is enigszins door. Oké. Ik ga pieken. Oh, mijn Yuti is dood. Ik lanceer iets op zijn basis. En het komt er één volgens mij. Oh nee, het komt er niet doorheen. Nee, het komt er absoluut niet doorheen. Nee, niet? Okay. Het wordt uit de lucht gehaald of niet? Ja, het wordt uit de lucht gehaald, man. Dat is één dikke shield daar. Ja, maar daar aan de rechterkant niet. Ik raak iets. Alleen mijn rocket launchers zijn stuk. Ja, dat zijn die structures hieronder. Oké, wacht. Ik gooi hier dit beest neer. Zo, oké. Ja, lekker. Die wordt volgetankt. Heerlijk. Jongens, ik heb hier een heel mooi hoekje. Oh my god. Ja, ik zie het, Rudy. Ik heb geen rocket launcher meer, maar je kan op hem schieten als het goed is, Rudy. Als je 903 element. Ik heb 903 element. Wow. Wat? Hoe dan? Ik heb het uit die generator gevist. Wacht, ik drop het heel snel in mijn PT, oké? Ja, is goed. Dan moet je zo. Ja, maar die deepload gaat nu echt neer, hoor. Ja. Ja. Fuck. Wat schiet er op? Een tech turret? Ja. Die schiet er echt volop op. Maar die kunnen geen raket uit de lucht knallen. Dus ja, die deepload is neer. Pas op. Er was... Jezus. Kijk, als hij hier komt, ik ga gewoon kuit knallen. Ik ga gewoon kuit knallen als hij hier komt, man. Yep. Ik ga ook aan jouw kant staan. Element is veilig gesteld. Nice, die elementen kunnen heel goed gebruiken, dat is sowieso ja, mooi. Nou hebben we in ieder geval nog wat van buiten, dus heel veel elementen, dus Heb je nog een bazook? Oh nee, ik heb zelf ook nog maar één bazook. Ik heb nog wel een paar rockets voor je, indien je nodig hebt. Ja, ik heb heel veel rockets, 130. Ah, oké. Van mij liggen er ook nog. Oh, hij komt naar buiten met de wyvern! Oké, lopen please! Groot. Grapple! Ik ben zit boven hem! Bijna dood. Ik heb hem geheerd met de rocket launcher. Hup, ik ben een kant op gegaan. Ik heb hem dood! Jongens! Wat? Dat kan niet! De crapmaster is dood! Jawel. Dat meen je! Ik heb twee rockets op zijn kop geschoten, ik ging recht boven hem. Maar respawn, schiet op die wyvern. Ja, die wyvern moet neer. Knal die wyvern alsjeblieft dood. Oh, dit is zo sick. En we moeten oppassen dat hij niet zo direct weer respawnt. Jongens, ik neem zijn lijk mee, oké? Ik ben gewept. Arneo. Daarom...
Oké, jongens, wacht. Hier, ik neem hem mee, De Craftmaster bedoel je? Ja. Fuck, ik zit vast. Waarom? Hij is er weer, volgens mij. Leg snel zijn lijk buiten neer. Dude, we kunnen zijn shit gebruiken. Die Wyvern valt niet aan. Ja, ik knal die Griffin. Oh, hij komt weer. Pas op. Zijn lijk ligt hier buiten, hè? Serieus? Misschien is het iets nuttigs. Ja, ik heb hem meer naar buiten gesleurd. Echt helemaal van de... Oh ja, ik zie het, Nog meer elements, C4, poison nades, cluster nades. Nice. Hey, die sniper neem ik even mee. Ik doe de helft van die cluster nades. Oh, Jesus! Oh, ik ben bijna dood. Hij deed met zijn... Griffin. Nee! Oh my god. Die Griffin die deed... Ja, hij deed die die fucking aanval, jongen. Ik hoorde hem ineens. Ik ben op een muur aan het klimmen, hopelijk werkt het. Dat deed echt tering veel damage. Oh my god. Nice, man, oké. Ah, jongens. Oh nee, ik val naar beneden, what the fuck. Nou, hij gaat me pakken. Ik ben bijna neer. Ik ga er gewoon naakt naartoe, I don't care. Oh, hij heeft me vast. Nee, toch niet. Ja, als hij je vast zit, dan is het over. Dat hij bij mij ook. Oh, ik zit in een soort grotje. Oh. Yo, serieus, mijn Griffin is doodgemaakt door een titanboa. Are you kidding me? Man, hij pakt me. Dat is waarschijnlijk dit beest. Hij is dood. Ik had hem hier neergezet, hij is dood. Hij is doodgemaakt. Titanboa van 130. Nou, man. Dat is zo sad, man. Oh. Shit! Ik ben neer. Ik weet niet. Heb je al zijn loot of? Oh, dit is mijn lichaam hier ergens, toch? Ja, maar ik zag geen lichaam. Oh, ik zag alleen bestandsdelen hier. Oh. Het was een. Wat is dit allemaal? Mastercraft Metal Shield? Nee, dat is niet voor mij. Oh, ja, ik heb hem geloot. Weet jullie wat ik heb? Wat heb je? Even kijken, ik heb volgens mij een tech rifle. Ik zie getallen. Oh, dat is mijn stego. Okay, ik ga dit veilig stellen. Oh, de giga! Dat is door een giga. Oké, okay, later jongens. Een 306 giga. Ik zie hem niet, hij is onzichtbaar. Oh, what the fuck? Ja, nee, maar tering, ouwe. Hij kwam uit het niks, hij was onzichtbaar. Oh my god. Fuck dit, man. Dit gaat toch nooit lukken, joh. Dit kan. 306 giga noto. Dude, ik heb ook een giga, maar die kan er niet tegenop. Wacht, misschien kan ik hem er vanaf pakken. Wacht, hoe pak je ook weer met een Griffin? C, ja, toch? Ja, rechtermuisknop volgens mij. Of C. Nee, rechtermuisknop toch? Gaat lastig. Ik denk dat het heel lastig. Oh ja, het rechtermuisknop. Oké, ja, ik ga een poging wagen. Zoef ik er langs en dan pak ik hem. Hij gaat maar naar binnen. Ik ga naar het strand, jongens. Ik ga naar het strand. Oh nee, hij is net weer naar binnen toe gegaan. Oeh. Ja, hij lokt me, de vieze Rick. Ja, hij is vies, man, hij is vies. Don, kom altijd naar het strand. Oké, okay, ik help zo weer mee. En ik moet nu over dit hele ding, en hier is best een gevaarlijk gebied, hè. Allemaal van die stingbeesten die me aanvallen. Oké, hij loopt buiten schrot. Yo, ik heb 100 van die potions, man, van die medical brews van hem gepakt. Oh, lekker, ouwe. Oké, ik wil even kijken wat er buiten is, wat ik nu heb. Oké, ik ben weer op het strand bij die megatherium. Ik kom eraan, ik ben er bijna. Ik moet allemaal zonder de Griffin doen, jongens. Mijn Griffin is niet meer. Oké, jongens, ik kom voor één laatste keer naar jullie toe. Ik heb letterlijk geen flyer meer buiten deze. Ik heb even de PT van Joost gepakt, die van mij heeft gepakt. Oh, is prima. Oké, het lijkt me wel even leuk om nu even mijn buit dood te nemen, want ik heb... Auw, ik word aangevallen. Oké, mijn Riot Helm. Oh, de giga. Hij is op het strand. Hij is op het strand. Hij is op het strand. Nee, dit meen je niet. Jawel. Ik kan jullie shit niet wisselen. Ik kan jullie... ik vlieg. Ouwe, ik moet hier weg. Kom op. Nee, hij pakt het. Oh, je moet mij helpen. Ik heb zoveel shit waar hij kan. Ik kan je niet oppakken. Ik heb hem vast, een giga gepakt. Oh my god, Dom. Ik vlieg gewoon weg. Vlieg alsjeblieft weg. Ik moet het veilig namelijk. Zij kan gewoon vliegen, dus... Nee, hij heeft niks aan. Ik heb hem gedropt in de Greenlands. Drop hem in het water, anders. Ja, maar hij begon met Dino aan te vallen. Ik ga hem weer oppakken zodra ik hem zie. Nee, wacht. Ik heb hem weer. Ik ga hem de zee in gooien. Nee, wacht. Alsjeblieft. Doe hem ergens waar hij zo lang mogelijk wegblijft. Ja, de zee in? Wat denk je? Gewoon tegen de muur aan? Ik schiet nu op zijn giga. Ik weet niet of het iets doet, maar ik wil dat deze niet. Maar hij kan zichzelf wel laten verdrinken daar natuurlijk. Ja, true. Oké, hij ligt echt fucking diep in de zee. Mooi, oké. Lekker, wat gaan we doen? Heerlijk. Jongens, een beest pakken of? Dit beest moet kapot gaan. Ik wil dit beest dood. Ik weet niet hoe we dat gaan doen, maar we moeten hem dan op afstand houden. Water in lokken. Ja, natuurlijk. Lok hem met water in en dan verdrinkt hij als goed is. Nee, maar hij is niet agressief, dat is de hele grap. Wat? Ja, dat is de hele grap. Oh, heeft hij hem op passive? Oh, ja, dan kun je hem gewoon bijten. Dan kunnen we hem toch gewoon aanvallen?
Ja, maar hij valt tering voor AP, dat is het probleem, ja, denk dus? Ik. Ja, precies, dat is het probleem. Ik heb dus wel een tag rifle, dat is zo chill, maar ik kan er niet meer schieten. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Oh, kan ik zap hem even. Dat doet aardige damage. Zo, hoppakee, nice. Ik heb anders nog een Griffin arm, daarmee kan je aanvallen. Ik heb hem op mijn schouder. Chill, ja, wacht, ik check even het gouden buiten. Oh, ik heb dus heel wat binnen gesleept. Oh jongens, hij gaat dood. Dit beest gaat gewoon dood. Hij staat te bibberen. Oké, mooi. Ja, ik kan alleen even die nades opgooien en dan... Heerlijk, wat je erop jongens. Ja, daar gaat ie. Lekker bezig. Hij is neer hoor. Oké, pak het zadel. Pak het zadel. Oh ja, juist. Ja, de vaste ascendant denk ik. Oh, en al onze gear maybe. Oh, wat? Heeft gekke mapjes. Ja, hij heeft inderdaad gekke mappies. What the fuck? Hij heeft niks. Hij heeft alleen... Wie wil het zadel? Ik heb er alleen, by the way, dus pak maar. Dips. Yo, jongens, hij is terug. Hij is terug! Nee. Hij gaat met vliegdino killen. Boek hem. Gewoon weg. Gewoon ja, weg, ik wil graag weg, maar dat gaat niet. Ja, ik kan niks. Gewoon weg, ouwe. Ik probeer iets te doen. Ik bedoel die keer. Heb je nog een Griffin of niet? Ja, dit is mijn enige. Maar ja, mijn Wyvern is wild de lucht in aan het gaan. Oh, man. Ja, ik kan hem met de PTA oppakken, maar hij heeft tactier, dus mijn PTA is zo. Ja, hij gaat me Wyvern killen, ben ik bang. Ja. Ik moet hem even naar me toe roepen. Ja, jongens, ik peer hem hoor, dit is onmogelijk. Ik peer hem ook, hij gaat me niet vinden. Dit gaat goed komen. Oh, hij zit achter me aan. Oh mijn god, man. Hij zit achter me aan, ik moet manoeuvres. Ja, ik zie het. Oh, hij gaat nu op mij. Hij draait bij. Nee, ik kan nu niet doodgaan, ik heb zoveel bij me! Nee, niet mijn rechterhandje, kom op, please, jongens, help, alsjeblieft. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan niet doodgaan, ik mag niet, ik ben letterlijk doodgemaakt. Oh, die loot die ik bij me had. Oké, jongens, ik kan misschien mijn loot terugvinden, ik weet het niet, want ik zie hier mijn doodstraal en ik hoop dat hij me niet geloot heeft. Als dat zo is, dan ben ik binnen, heb ik al mijn shit dus nog. Oké, ja, nou kijk, ik leid hem af. Tegen mijn wil in, maar ik leid hem af. Waar zit jij op de vulkaanberg? Ja, ik vlieg nu de... Oh, ik vlieg achter je. Oh ja, ik zie je. Ik ga hem tegemoet komen. Hij zit op de berg. Oh ja. Ik ben nu eerste basis. Oké. Hij schiet op jou, Don, volgens mij. Ja, maar hij kan me niet raken. Ik ben er te snel voor. Yep, ik zit achter hem. Hop. Terus dinosaurus shit zie ik hier. Oké, lekker bezig. Oké, hij gaat weer naar de ingang van de grot. Oh, yo, ik zie een Ascended Duty saddle. Die nemen we even mee, van jou nog, Don. Ja, die is van mij. Hij is bij de ingang. Hij is nu bij de ingang. Hij gaat naar binnen. Ja, hij gaat naar binnen. Oké, ik pak snel de PT in. Oh my god. Oh shit, ik spring er net voor. Ik ben hier, denk ik. Ik zie niks. Dit is niet slim, ik heb het. Ik zag het licht. Ik vloog gewoon naar binnen. Ik wilde het zien, jongen. Oh my god. Ik kon het zo niet meer uit. Oh my god, ik was de shit aan het blokkeren met mijn shield, maar het was echt niet genoeg. Oh my god, jongens, ik zag het licht, ik zag het. Ja jongens, ik ga terug naar mijn base, man. Fuck dit. Wat, meet me bij de brug? Ja, meet maar even bij de brug. Oké, dan ga ik daar rechtstreeks. Ik heb geen vogels meer, ik heb niks meer. Dat probleem heb ik dus ook. Oké, tot zo. Alles is weg, oh my god. Tot zo. Don is er ook, ga zitten. Jij hebt wel armor aan. Ja, Don, wees de man, doe je armor uit. We hebben verloren, het moet uit. Ja, ik had even een setje gemaakt. Is ja, nee. En bakkenbaardjes ook uitdoen, hè. Die staan je niet. Wat? Kom op, haal erop. Wat? De wat? Dit is een flinke bakkenbaard, man. Ja, maar dat heeft Joost zo geknipt. Dat kan ik niet afdoen. Gewoon trekken, ja, ik help je wel. Nee, blijf nou, blijf af. Jongens, oké. Not the moment, oké. Nou. Ja. Ik zei net al tegen Rudy, we hebben aardig wel wat damage bij hem gedaan. We hebben echt heel wat geflikt hoor, maar ja. We hebben echt keihard verloren. Het was gewoon niet voldoende hoor. Het was totaal niet voldoende. Het was echt een overweldigende macht. Ja, het is niet normaal man. Nee, maar mannen, weet je, het was niet voor niks. Hoezo? Want, zeg maar, ik heb dus die element kunnen stelen. Hier is, dat heb je nog wel. Ja, dit zat in mijn PT. Hier heb je, momentje. Hoe ga ik dit delen door drie, jongens? Ja, doe even een rekensom door drie. Oké, ik weet het al. Dat is één. Hebbes. En dat is twee. Very nice! Ja, dat is het enige wat ik... Oh, heerlijk. En deze. Ik heb ook nog heel veel cluster nades. Ik weet niet of jullie die willen hebben. Oh, ik wil er wel een paar. Graag. Ik wil er wel een paar. Weet je, hier en daar. Veel plezier ermee. Ik zit op een stoel. Ik pak een carpet op. Dat is zojuist een griffin dood gegaan. Wat?
Dus, ik denk die van Joost. Ja. Oh, dat zou kunnen, Joost. Ja. Ja, Joost en Lex zijn er nog bezig. Man, ja. Maar in ieder geval, jongens, dat was de enige buiten. Tech Armor zou ik niet mee kunnen nemen, omdat hij mijn Archie nog gedood had op het einde. Ja. Waar het in zat. Ja. Ja, wat voor nu. Ik denk dat het nu handig is dat we goed op onze basis letten. Verdedig jezelf goed, want ik ben wel bang dat hij ooit terug kan komen met een soort van revenge of zo. Ja, ja, maar niet met zijn giga. Haha! Got him! Hey. Nee, maar let daar goed op. En we moeten echt een nieuw plan verzinnen om de volgende keer weer naar hem toe te gaan, want ik wil echt af van deze man. We moeten echt op zijn niveau gaan spelen. Hey, kom op jongens, we zijn met z'n vijven. 5-1, dat zou toch echt wel moeten lukken? Ja. We moeten inderdaad op zijn niveau moeten we spelen. Het lijkt me inderdaad handig, nu we dat element hebben, dan kunnen we ook eigenlijk de bosses gaan killen. En dan kunnen we dat element daadwerkelijk ook gaan gebruiken. Ja, ja, dat is een goeie. Ja, Don, jij hebt ook alle artifacts, toch? Ik heb alle artifacts, ja, alle 10. Oké, dan moeten wij binnenkort even iets plannen voor een boss fight, denk zo, ik. Hallo? Is dat je rocket launcher of ben je blij me te zien? Ik ben eigenlijk vooral blij om je te zien. Ja, dat is... Goeie, oké. Mannen, volgens mij was dat hem weer. Dit was hem. Tijd voor de wederopbouw lijkt me. Tijd voor de wederopbouw. Dus we gaan nu beginnen aan de boss battles. Mannen, tot de volgende keer. Hey, later hè. Yo. Ja. Hey, niet te hard jezelf in slaap huilen. Nee, kom goed. Hey, later mannen. Yo. Later. We weten wat ons te doen staat. We hebben alle artifacts, die hebben we eigenlijk al een hele tijd. We zaten te hopen dat we hem eigenlijk al voor de boss fights konden wipen. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. We moeten dus echt even een paar boss fights gaan doen. Maar daarvoor moeten we denk ik ook weer even een soort dino stemmen, ben ik bang. Ik heb nog een aantal Spino's over. Maar misschien dat T-Rexen een idee zijn. Wellicht. Spino's zijn in ieder geval makkelijk toegankelijk. Ik heb ook nog een zoot eitjes wat dat betreft. Kan ik ook nog uit laten komen. Die heb ik hier nog in zitten. Dus ik heb nog genoeg Yuties. Ik heb nog genoeg Terrazino's. En ik heb nog genoeg Spino's wat dat betreft. Daar kunnen we ons de volgende aflevering eventjes op focussen. Elementen doe ik in ieder geval even in mijn voorraadkastje. Cluster grenades doe ik even in mijn fabricator. En dan laat ik het hierbij voor deze keer. Helaas, maar het is nou eenmaal zo. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Mag je dat belonen met een duimpje omhoog? Wil je toevallig nog 2 andere video's van mij zien? Druk dan op de knoppen naast mij en dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei doei!